Welkom bij Landleven. Mijn naam is Nick van Zutphen en vandaag ben ik een verrijkbaar fruitrek aan het maken voor langs de weg. Eigenlijk bedoeld om al het overschot uit uw tuin te kunnen verkopen. Nou, de basis van dit fruitrek bestaat eigenlijk uit deze kratjes. En deze hebben het formaat van de originele fruitkratten. Alleen heb ik ze wat lager gemaakt. Uiteraard, als u zelf beschikking heeft over ouderwetse fruitkratjes, kunt u die natuurlijk ook gebruiken. Maar in deze video wil ik u graag laten zien hoe u zelf zo'n kratje maakt met materialen van de bouwmarkt. Nou, we beginnen met 4 diagonaal doorgezaagde balkjes die de hoeken vormen. Nou, wat hier eigenlijk belangrijk bij is, is dat we de schroeven die we erin gaan schroeven, dat die niet helemaal in het midden zitten, in de hoogte gezien. En dat is expres omdat de schroeven die aan de voorkant komen, die zitten precies in het midden. En anders dan zouden ze tegen elkaar aankomen in het hout of kunnen ze kruisen en daar kunnen problemen uitkomen. Dus dat willen we niet. Daarom zetten we deze expres niet helemaal in het midden. Nou, we tekenen deze puntjes af en die boren we voor met een 3 mm houtboortje. Nou, vervolgens brengen we wat lijm aan en dat lijm zorgt ervoor dat het heel stugger wordt. Nou, dan vervolgens kunt u dus de latjes eigenlijk op hun plek leggen en vastschroeven. Nou, wat belangrijk is dat ik de schroeven er niet helemaal 100% vastdraai, maar zorg dat het net nog een klein beetje kan bewegen. En dit doe ik omdat ik even wil controleren of de boel wel haaks is. Nou, en dat doe ik gewoon met een winkelhaak. En zodra die naar mijn idee goed is, dan zet ik de schroeven helemaal vast. Nou, dan gaan we naar de voorkant toe en daar zaagt u langere latten voor. En in principe is dit procedé precies hetzelfde, alleen gaan we nu de schroeven exact in het midden erin schroeven. Nou, dan is het tijd voor de onderkant van de krat. We gaan beginnen met de buitenste 2 latten. En het is natuurlijk logisch om deze latten op met de hoekbalkjes te verbinden met een schroef. Deze gaan we natuurlijk voorboren. En we brengen wat lijm aan op de balkjes. Maar omdat deze latten ook raakvlakken hebben met de latten aan de zijkant, doen we daar ook een heel dun streepje lijm op. En dat maakt dat het geheel net even iets stugger wordt. En uiteindelijk steviger. Nou, vervolgens kunnen de latten op een plek en kunt u de schroeven erin draaien. Nou, en uiteindelijk heeft u dan een prachtige krat. Nou, dit is natuurlijk de basis voor ons verkoopstalletje. En hoe u dit helemaal maakt, dat kunt u lezen in het magazine. Uiteraard vindt u daar ook het volledige stappenplan, de bouwtekening en natuurlijk ook de boodschappenlijst. Nou, ik wens u ontzettend veel plezier met het maken van uw eigen verkooprek. En de rest mij voor dit moment niet veel meer te zeggen dan mijn naam is Nick van Zutphen en graag tot later.